Altijd thuis in Leiden, Sleutelstad. Goedenavond, het is woensdag 9 maart. Ik ben Gerry van Bakel. En ik ben Greet Meesters. Fijn dat je naar ons luistert. Ja, en het is. We gaan. Uh, Vandaag, vanavond, vanavond, is Greet Meesters dus uh, mijn duo presentator van Gezond 071, het maandelijks programma op Sleutelstad rondom gezonde leefstijl. Te horen en te zien op al onze kanalen: 99.6fm, DHB, Ziggo kanaal 46 en KPN-kanaal 1421. Daar kun je dus ook meekijken. En natuurlijk via onze sleutelstad-app, daar kun je ons overal mee naartoe nemen. En op de website sleutelstad.nl. Ja, het onderwerp van vandaag is wat te doen met een vrouwenhart in nood. Gisteren was het Internationale Vrouwendag. Hart- en vaatziekten zijn belangrijke gezondheidsbedreigers. En dankzij ze soms te veel, te vet, te zout eten, noem maar op en te weinig bewegen. Ja, niks, niks nieuws onder de zon, uh, zou je zo zeggen. Maar bij het hart komen we nu pas achter dat vrouwen daar op een hele andere manier soms last van krijgen. Of dat je dat ziet. Hoe zit dat, uh, Greet? Ja, ik weet wel hoe dat het gebeurt, maar hoe het nou eigenlijk precies zit, dat weet ik ook niet. Maar één van onze gasten van vandaag weet er alles van. Zij zetten het vrouwenhart op de kaart in Nederland. Harriette Verweij, gepensioneerd cardioloog. En verder komt Gillian Floor, reanimatiedeskundige van de Nederlandse Hartstichting aan het woord vandaag. Ja, en natuurlijk hebben we ook weer een beweegtip van onze livecoach Jasper Mulder. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar de allerleukste zender van Leiden en omstreken. Dit is Sleutelstad met Gezond 071. En daarmee trappen we Gezond 071 af op deze 9e maart. Woensdag 9 maart. Ik ben blij dat je naar ons kijkt en luistert. We gaan het hebben over, ja, over het hart, over hart- en vaatziekten. Over het vrouwenhart in het bijzonder. En uh, ja, we hebben twee gasten in de studio. En ik ga even vragen of ze zich uh, eventjes zouden willen voorstellen om te beginnen. Dan uh, ga ik naar uh, Harriet uh, Verwijs. Zij is uh, gepensioneerd cardioloog, geloof ik. Uh, welkom, Harriet. Ja, dankjewel. Ik uh, ben inderdaad uh, gepensioneerd cardioloog. En ik heb uh, een carrière van bijna 34 jaar achter de rug als cardioloog in het uh, LUMC. Oké, okay, dus uh, ik, ik voel dat we helemaal aankomen. Harriet kan ons alles dadelijk vertellen over hoe het zit uh, met het hart. En, ik ga uh, mijn best doen. Ja, en daarnaast zit uh, uh, Gillian Floor. Nou spreek ik ja. het toch goed uit, geloof ja, ik. Hè? Gillian. <laughs> Gillian Floor. En jij bent van de Hartstichting, maar Klopt. vertel even iets over jezelf. Ja, ik ben Gillian Floor. Ik zit, um, werk bij de Hartstichting en um, in Team Spoed. En waar wij ons mee bezighouden is eigenlijk een stukje reanimatie, een stukje reanimatieonderwijs. En het is uh, heel belangrijk om bij een reanimatie zo snel mogelijk te handelen. Want uh, dan kan je het verschil maken tussen uh, het overleven of niet overleven. Bij iemand met een artsstand. Oké, okay, nou lijkt me ontzettend belangrijk. Ik vind het ook wel meteen een beetje spooky dat ik denk van uh, reanimeren. Dan uh, ja, krijg ik toch het zelf wel een beetje... Hoe zit dat met jou, Greet? Ben jij heel erg uh, uh, robuust daarin? Nou, ik heb het nog nooit gedaan en ik weet eigenlijk ook niet precies hoe het moet. Dus ik hoop dat we daar vandaag uh, ook nog wat meer... Uh, over gaan leren en horen van, van Gillian. Ja, vast wel. Ja, want het is denk ik wel echt nodig. Want in Nederland zijn er al anderhalf miljoen mensen met chronische hart- of vaatziekten. Even wat cijfers op een rijtje. Elke dag uh, sterven 101 mensen uh, aan hart- of vaatziekten. Ongeveer 50, uh, 50 mannen en 51 vrouwen. Dus ongeveer gelijk verdeeld. En elke dag sterven ook 24 mensen jonger dan 75 jaar aan hart- of vaatziekten. En elke dag. Elke dag worden zo'n 650 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hart- of vaatziekte. Nou, Harriet, jij hebt in jouw werk uh, heel veel van deze mensen in jouw ziekenhuis in het LUMC in de afgelopen jaren gehad. Hoe, en jij weet dus alles van het Leidse hart. Hoe gezond is het? Is ons Leidse hart? Kun je daar iets over zeggen? Uh, ik weet niet hoe gezond ons Leidse hart is. Ik denk ook niet naar het slechter of beter is dan de rest van de Nederlandse bevolking. Maar het hart- en vaatziekte is natuurlijk wel een uh, volksziekte nummer één. En uh, ja, daar, moet nog, uh, daar is nog heel veel aan te, uh, zeg maar, uh, winst aan te behalen in het verbeteren van de vooruitzichten. Maar het gaat wel de goede kant uit, hoor. Ja, er is wel verbetering ja. opgetreden. En kun je dan iets vertellen over wat dan helpt om. Uh, of wat de risicofactoren zijn, of, of misschien nog meer de beschermende factoren. Wat helpt om niet in het ziekenhuis terecht te komen met hart- en vaatziekten? Nou, wat helpt is. Uh, nou, kijk, je hebt factoren waar je niets aan kan doen. Je hebt factoren die je kunt beïnvloeden. Waar je niks aan kan doen is je leeftijd, is, uh, of het in je familie voorkomt, uh, de, de, en, en je, je geslacht. Daar kan je niks aan doen. Dat heb je meegekregen. Beïnvloedbare factoren zijn hoge bloeddruk, overgewicht, suikerziekte. Uh, inactief levenspatroon en veel stress. En natuurlijk roken. Dat staat bovenaan de lijst. Dat is ja. eigenlijk de belangrijkste. Dat, is, ja. dat verhoogt de, de grootste kans ja. dat je dan uh, ja. ook uh, hart- en krijgt. En als je iedere dag 30, als je gezond eet en iedere dag 30 minuten wandelt, dan heb je al de helft van de strijd gewonnen. Zo, dus dat, dat vermindert onze kans op hart- en ja. met de helft. Ja. Hey, en zijn er dan ook. Uh, ja, ook grotere kansen, bijvoorbeeld met die factoren waar je geen invloed op maak je dan bijvoorbeeld meer kans op een hartaanval uh, dan als je alleen zeg maar door die ongezonde leefstijl uh... Hart- en vaatziekte nou, ontwikkeld? Kun je daar iets aan ja, doen? Ja, kijk, hart- en vaatziekte dat is, dat is een verouderingsproces. En net zoals we grijze haren krijgen, zo ver, verouderen onze vaten. Dus er is een stukje waar je niks aan kan doen. En, uh, uh, maar je kunt wel iets aan doen om gezond ouder te worden. Daar kun je dus wel iets aan doen. Maar dat die vaten aan slijtage en verkalking onderhevig zijn, is inherent aan ons menselijk ras. Maar de versnelling of de ernst van het ziekteproces, dat is te beïnvloeden. En die, en die hoge bloeddruk bijvoorbeeld, hè? waar kun je dat aan merken dat je daar last van hebt? Want ik hoor wel eens in mijn omgeving dat mensen soms echt te lang met een te hoge bloeddruk rondlopen. En daardoor eigenlijk ook gezondheidsrisico lopen. Nou, hoge bloeddruk, dat is eigenlijk een soort silent killer. De meeste mensen weten niet dat ze nee. een te hoge bloeddruk hebben. Dus ze hebben er geen last van. Bovendien raakt je lichaam aan gewend aan die hoge bloeddruk. Um, wat ik altijd tegen de mensen zeg, mannen en vrouwen, als je rond de 50 bent, laat een check bij de huisarts doen en schrijf die getallen op, dan weet je ook wat je risico is. Want dan is het eigenlijk uh, meten is weten. Natuurlijk. En, en dat... onthouden ook. Hè? En onthouden ook. Is dat nog iets wat je dan ieder jaar, zou moet, ieder jaar moet doen... of is dat alleen op je vijftigste? Wat, wat adviseer je mensen? Pardon. Op je vijftigste is voor iedereen cruciaal. Vrouwen zijn dan op de rand van in de overgang te gaan. En mannen, ja, rond hun vijftigste jaar, dat is wetenschappelijk bewezen... Ze de, begint eigenlijk de piek van hart- en vaatziekten. Wanneer je dat gemeten hebt, dus je, je bloeddruk, je suikergehalte, je cholesterol, en dat is niet alleen het cholesterol, maar natuurlijk ook de onderverdeling, de vetten, de ADL, de gezonde cholesterol. Als je al die getallen weet, dan kan je huisarts je vertellen wat jouw risico is. En afhankelijk daarvan wordt bepaald of je het ieder jaar moet meten of één keer in de drie jaar, etc. Ja, en dan maakt het misschien ook nog mee als je nog genetisch hebt. Zoveel hart- en vaatziekten misschien in je familie ook voorkomen. Is het misschien extra raadzaam om dat te doen? Als het veel in je familie voorkomt, zou je huisarts je eerder oproepen om uh, voor controle. Ja. Dus dat is ook de reden waarom we van onze huisartsen van die oproepen krijgen om zo'n gezondheidscheck te doen? Dat is uh, zeker zo. Uh, de huisarts kent zijn patiënten, die weet wat in die families voorkomt. Dus die roept mensen preventief op voor zo'n check. Okay, dus het is echt raadzaam om dat te doen, zeker als je 50 jaar of ouder bent. Nou, als het in je familie voorkomt, moet je al veel eerder. En voor vrouwen geldt het natuurlijk zelfs dat als ze ook um, gecompliceerde zwangerschappen hebben gehad, dat ze veel eerder, al rond hun 35 e jaar gecontroleerd moeten worden. Ja, okay. dus bijvoorbeeld zwangerschapssuiker hebben gehad, ja. bijvoorbeeld. Ja, dus dan moet je al veel eerder dat laten checken. Ja. Je huisarts zal je veel eerder oproepen. Oké, okay. nou daar gaan we dadelijk nog even verder over praten. Ik ben wel benieuwd hoe dat zit met het, uh, precies met het vrouwenhart. We, gaan even... uh, we hoorden net al dat er zoveel mensen uh, per jaar in het ziekenhuis uh, belanden met hart- en vaatziekten. Maar voordat je in dat ziekenhuis belandt, dan, ja, dan kun je zomaar op straat of thuis uh, een hartaanval krijgen hè, als het echt slecht gaat met je hart. En dan is een beetje de vraag wel of niet re reanimeren. In, in de studio is ook uh, Gillian Floor van de Hartstichting. Ja, Gillian, kun je vertellen wat doe je wat doe je dan als je uh, met iemand in aanraking komt die uh, die een die een hartprobleem heeft? Probleem heeft. Um, ik denk ook wat er om uit te leggen dat er verschil is tussen een hartstilstand en een hartaanval. Oké. Okay. Een hartstilstand uh, dan val je echt op de grond en ben je bewustzijn uh, verloren. Ben je bewustzijn verloren. En bij een um, een hart aanval, dan ben je vaak nog bij bewustzijn, heb je pijn op de borst of de verschillende klachten. Het is ook heel mooi dat er aandacht wordt bezet aan het verschil tussen mannen en vrouwen, daar doen wij heel veel onderzoek naar. Um, ja, en wat er gebeurt bij iemand die een hartstilstand heeft, dan is uh, iemand uh, uh, ...gevallen heeft bewustzijn verloren, is het eigenlijk <tus> belangrijk om zo snel mogelijk 112 te bellen. We hebben in, in Nederland een heel mooi oproepsysteem, daar zijn wij super trots op, het is uniek in de wereld. Dus als je iemand een hartstilstand heeft en uh, er wordt 1 en 2 gebeld, dan worden er burgerhulpverleners opgeroepen via het oproepsteam Hartslag nu. En zij gaan dan binnen. Zij, we kunnen dus in Nederland binnen zes minuten starten met een reanimatie, waar een ambulance vaker acht tot tien minuten over doet. Dus omdat er zo snel gestart kan worden met reanimatie, zijn de overlevingskansen in Nederland zo enorm hoog. Daar zijn we super trots op als hartstichting. Uh, ja, dus wat, wat betekent dat? In Nederland hangen ook buiten in alle openbare ruimtes ook uh, automatische externe defibrillatorapparaten, ook al wel AED's genoemd. Uh, ja, wat, wat, wat doe je met zo'n AED? Uh, dus wie mogen daar gebruik van maken en uh, kun je daar iets over vertellen? Ja, het is, uh, het is heel belangrijk, inderdaad, dat de AED's eigenlijk van binnen naar buiten worden uh, gebracht. Dus um, um, dat de AED's in, in in buitenkasten worden neergezet, zodat ze eigenlijk door iedereen 24 uur 7 eh, bereikbaar zijn. Want wij weten niet wanneer een hartstand plaatsvindt. Het zijn niet altijd tijdens kantooruren, maar het nee. kan ook s'avonds gebeuren. Um, en wat een AED eigenlijk doet is, en die kan je hart resetten. Dus um, als je begint met, met die borstcompressie, met, met reanimeren, dan zorg je eigenlijk dat er zuurstof naar je hersenen gaat. En met een AED reset je eigenlijk het hart en dan hoop je dat die weer opnieuw gaat kloppen. Ja, en dat mag dus alleen door, door uh, mensen gedaan worden natuurlijk die daar uh, voor opgeleid zijn? Nee, kijk, een ID is, is zo gemaakt dat iedereen een kan en mag gebruiken in Nederland. En dat is ook heel mooi, zodat iedereen dus ook leken mogen deze medische apparatuur gebruiken. Um, het is ja, eigenlijk zo makkelijk dat je de, de aanknop hoeft aan te doen en de ID gaat tegen je praten... Um, uh, met, met spraak of met video's. Uh, en eigenlijk is het gewoon volgen wat de AED zegt. Oké. Okay. Oh, wauw. Dat, dat wist ik eigenlijk helemaal niet dat het zo, dat het zo uh, werkt. Ik dacht dat het echt een heel ingewikkeld apparaat was. Met, uh, dat je eigenlijk een soort schokken toebrengt aan mensen. Maar ik, ik kijk waarschijnlijk te veel tv-series in plaats van. Nee, ja, het ziet er niet zo uit als in het ziekenhuis. Nee, inderdaad. Het is een dat... heel makkelijk apparaat. Ja. Maar jouw belangrijkste tip is eigenlijk. Uh, bel 112 en blijf bij diegene. Uh, in de buurt ook uh, hey, waar het om gaat. Ja, het allerbelangrijkste is inderdaad om direct 1 en 2 te bellen. Dan gaan de, gaan de ambulance rijden en dan worden de burgerverleners. Dus de mensen in je omgeving die kunnen remeren re worden opgeroepen. Maar als je kunt reanimeren, start gelijk, want iedere seconde telt. Ja. Ik zou dus niet wachten die acht minuten, want in die periode kan iemand toch wel behoorlijke hersenschade krijgen door gebrek aan zuurstof. Dus één en twee bellen, start reanimatie als je het kan, zie een AED in de buurt, druk het van de muur en het wijst zichzelf vanzelf hoe je die patiënt zijn hartritme kunt herstellen. Dat is dus echt heel belangrijk. En inderdaad, wat Gillian zegt, het apparaat is zo simpel. Het, werkt, het zegt je ook stap voor stap wat je moet doen, dat uh, ja, iedereen kan het kan het gebruiken, okay. kan het toepassen. Wow. Nou, ik vind dat een hele goede tip. We hebben ook altijd een beweegtip van onze livecoach Jasper Mulder. En daar wou ik eventjes naar gaan, gaan kijken. En ja, eigenlijk heeft Harriet het straks al een beetje verklapt. Hè? Van het gaat om, om, om wandelen bijvoorbeeld. Het thema van Gezond 071 is deze maand het hart. En dat vraagt om een bijzondere beweegtip. Daarover ga ik in gesprek met lifecoach Jasper Mulder. Uh, je hart kun je beschouwen als natuurlijk je, de motor van je lichaam en misschien ook wel de motor van je gezondheid. En hoe kun je dan je hart echt een opkikker geven, Jasper? Is inderdaad, de motor van je gezondheid en hoe je dat een opkikker kan geven. Ja, ik blijf bijna elke keer herhalen. Het is namelijk gewoon lekker naar buiten gaan en gaan wandelen. Het single park een paar keer rondlopen in de week, dat verhoogt de hartslag. Daardoor wordt die efficiënter en daardoor blijf je gezonder. Uiteraard zijn er nog heel veel andere tips die je voor je gezondheid daarbij kan doen. Maar je hart speelt er gewoon een ontzettend belangrijke rol bij. Dat is absoluut waar. Ik denk dat dit het hoogste bruggetje is van, uh, van het Singelpark. Uh, helpt het nou om te zeggen, nou, daar ga ik dan gewoon elke keer tien keer even op en neer? Absoluut, absoluut. Daar is geen twijfel over mogelijk. Zeker als het zo'n hoge brug is met heel veel trappetjes. Dan is het voor degene die hier naar boven en weer naar beneden gaan, krijg je steeds een verhoging van de hartslag. Dus als je uh, denkt, ik wil ietsjes meer mijn cardiovasculaire vermogen gaan trainen, oftewel de hartslag en het rondpompen van het bloed door de bloedvaten, dan is zo'n bruggetje de ideale manier om dat te trainen. Je kan namelijk het rennen doen en je kan het ook tijdens het lopen gewoon doen. Daardoor verbeter je het vermogen van je hartslag. Zo simpel is het. Gewoon lekker de bruggetjes op gezond naar buiten toe, hartslag omhoog en vooral lekker genieten en blijven ademhalen, want dat is ook heel erg belangrijk. Blijven ademhalen en blijf af en toe een beetje rusten, maar vooral blijven wandelen. Wij gaan uh, luisteren eerst naar uh, Take a Chance van Sarah en dan gaan we naar het Regionieuws. En dan gaan we verder praten in gezond 071 over het hart hoe je het gezond houdt, het verschil tussen mannen en vrouwen, harten... en ook over uh, hoe belangrijk het eigenlijk is om een reanimatiecursus uh, te gaan doen. Dit is tot 7 uur, Sport 071. De tweede half uur van Gezond 071 mee af te trappen. We hebben het namelijk over het hart. Fijn dat je naar ons luistert uh, hier op Sleutelstad. We zijn te horen via 99.6 FM, via DHB+. Je kunt ons uh, ook bekijken en meeluisteren via Ziggo Kanaal 46 en KPNV. Via kanaal 1421 en natuurlijk via onze Sleutelstad-website. Ik ben uh, Gerry van Bakel en ik ben Greet Meesters. Vandaag uh, hebben we het over het, het, het hart en het, vooral ook het vrouwenhart in nood. Uh, noem ik het maar even. We hebben in de studio uh, Harriet Verwij, uh, uh, gepensioneerd cardioloog. Harriet, we. Laten we nog een beetje meer inzoomen op wat, wie moeten er nou extra goed opletten om, uh, om, om dat goed in de gaten te houden hoe het met het hart gaat. Uh, nou, als we het houden bij, uh, bij de vrouwen, het is natuurlijk gisteren was Internationale Vrouwendag, als we, ons, als we daarop inzoomen, uh, dan zijn er een paar categorieën die extra moeten opletten. Als vrouwen gecompliceerde zwangerschap hebben gehad, dat ze tijdens de zwangerschap hoge bloeddruk hebben gehad, het helpsyndroom... of dat ze zwangerschapszuiker hebben gehad, daar is er dus iets mis met de vaten. En dan is het belangrijk dat deze vrouwen tussen hun 35e en hun 40e jaar een check-up laten doen bij de huisarts. Wat is mijn bloeddruk? Wat is mijn bloedsuiker? Dat is een nuchtere bloedsuikerwaarde. Wat is mijn cholesterol? En dat is niet alleen cholesterol, maar je wil ook de vetten weten en je wil het gezonde cholesterol weten, het HDL cholesterol. Hoop doet leven, cholesterol, zeg ik altijd. En, en natuurlijk, ze moet, dat hebben ze wel zelf in de hand, niet roken. Dus die groep vereist extra aandacht. De huisartsen kennen die mensen vaak. Dus veelal roepen de huisartsen de patiënt zelf op om gecontroleerd te worden. Maar het gaat om jouw lijf, dus let zelf op. En schrijf de getallen op. Dan heb je vrouwen die vervroegd in de overgang gaan. De meeste vrouwen gaan tussen hun vijftigste en hun vijfenvijftigste jaar in de overgang. Maar ben je op je veertigste jaar in, rond die tijd in de overgang gegaan. Hè, en dan is het niet van hiep, hoe hoera, we zijn van dat gedoe iedere maand af. Dat is fijn zeker, dat ga ik niet ontkennen. Maar het is ook een risico. Want zodra je in de overgang gaat, vroeg of laat, dan ben je je oestrogeenbescherming kwijt. En het is het oestrogeen wat vrouwenhart beschermt. En na de overgang, of in en na de overgang, bij die bescherming kwijt. Dus de groep gecompliceerde zwangerschappen, de groep uh, vervroegde overgang. En natuurlijk wat de meerderheid van de vrouwen heeft. Als ze in de overgang gaan, moeten ze een keer een check-up hebben gehad. Dan is er nog. Een groep wat ik eigenlijk niet genoemd heb, omdat we eigenlijk ook nog niet zo heel veel van weten. Overigens, al deze dingen van de jonge vrouwen met een hoog risico weten we sinds dit millennium. Is voortschrijdend inzicht. Maar vrouwen, die, je hebt een groep meisjes, jonge vrouwen, met, uh, die laat beginnen te menstrueren, die extreme overbeharing hebben in hun gezicht en acne. Ze worden door de dermatoloog behandeld. Uh, heel goed ook. Maar daar is ook iets mis. Eigenlijk moet het moet daar ook. Uh, gekeken worden hoe het met hun cholesterol en suikerhuishouding is. En dat wordt vaak vergeten. Maar dat zijn allemaal van die dingen die we nu eigenlijk de laatste twee, drie decennia de kennis hebben. Dus uh, er is een stukje wat je in de hand kan hebben. In, uh, als vrouw zelf aan kunt vliegen, uh, kunt besturen. Maar je moet natuurlijk wel weten of je dat risico hebt. Ja, en dan zeg je eigenlijk: uh, dat kun je zelf in de hand. Nemen uh, voor jonge meisjes, denk ja. ik ook, uh, ouders, uh, moeders, uh, let op. Uh, hè, houd ook extra goed in de gaten. En stimuleer je omgeving ook om echt ook wel naar die huisarts te gaan. Want je bent echt geen zeurpiet. Hè, om uh, beter een keer extra te controleren, denk ik, dan, uh, dan het laten gaan. Dat is zeker. En kijk, zeker van de zwangerschap, et cetera. Dat staat in, het, uh, in de, in de protocollen van de huisartsen. En de huisartsen, die, uh, ze hebben wanzinnig druk, want heel veel dingen, heel veel zorg gaat vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn. Maar zijn dingen, er staat gewoon in de protocollen en die worden gedaan. Die hoeven ook niet eens door de huisarts zelf gedaan te worden. Dat kan door de praktijkondersteuner gedaan worden. Ja, ik ja. was nog wel even benieuwd hoe het nou zit met het verschil tussen het mannenhart en het vrouwenhart. Want daar hoor je nu wel wat over. En uh, kun je daar iets over uitleggen, Harriet? Van, ja, wat dat dan is? Uh, dat verschil? Nou, uh, de ziekte gedraagt zich in het vrouwenhart, altijd voor de overgang, anders dan in het mannenhart. Bij mannenhart heb je een, een, een lokale, zoals we het noemen, vernauwing. Hè, dat, uh, waardoor het bloed, uh, en daar kan door een stolsel daarin vastlopen, heb je acute afsluiting van het bloedvat met een hartinfarct tot gevolg. Bij vrouwen zit het cholesterol, uh, neerslag meer in. De vaatwand zelf en niet in, de, in, de, in het buisje. Dus onze moderne technieken waarmee we hart- en vaatziekten onderzoeken. Uh, die laten niet direct zien wat er allemaal mis is in de vaatwand. En je moet je voorstellen, de vaatwand bestaat uit meerdere lagen. En als er tussen die lagen in het cholesterol gaat zitten... dat zien we niet met een katheterisatie of iets dergelijks. Dus we zeggen tegen vrouwen, u hebt dunne vaten... maar ze zijn wel goed open, gefeliciteerd, u heeft mooie vaten. Maar die dunne vaten zijn eigenlijk zieke vaten. En ook dat is voorschijnend in zich, van, eigenlijk sinds dit millennium. Ook omdat de modernere technieken, zoals de multislice CT hebben... om dat goed te onderzoeken en te zien wat zich echt daadwerkelijk in de vaatwand afspeelt... en niet alleen in het buisje. Ja. En, en geldt dat dan ook, van, ik hoorde ook van ja, bij een harte, hartaanval... dat is bij vrouwen, zie je dat ook anders, zeg maar, zijn andere symptomen... Uh, waar moet je dan echt op letten? Nou, kijk, we kennen... Dat staat ook in de leerboeken. Hè, de man van mid 50, die uit een uh, restaurant komt. Naar zijn borstkas grijpt. En ter aarde valt. En uh, hè, zijn tas laat, uh, loslaat. Uh, en het, het gevoel heeft van een olifant om zijn borstkas. Uh, heftig zweten, et cetera. Dan weet iedereen. Paniek, daar moet wat gebeuren. Maar het dagelijkse leven is... Complexer en ingewikkelder dan dat. En vrouwen hebben vaker vage klachten, chronische vermoeidheid, terwijl ze geen reden hebben om moe te zijn. Want eigenlijk, hart- en vaatziekte is een ontstekingsproces van de bloedvaten. Dus ze hebben algemene klachten, vage vermoeidheid. Uh, soms hebben ze pijn in de kaken, soms tussen de schouderbladen. Laat me direct zeggen dat niet iedere pijn in de kaken of tussen de schouderbladen is het hart. Maar als het dingen zijn die je normaal niet hebt en het blijft dan moet je gealarmeerd zijn en moet je daarna laten kijken. Ja. Het hoort niet... Meer. Kijk, iedereen is wel eens voorbij zijn grenzen gegaan en ben je bek af. Maar met een, twee nachten goed slapen, dan ben je weer boven, boven, hè, boven Jan, zou ik willen zeggen. <laughs> maar eh, dan ben je er weer bij. Maar eh, als het blijft, ondanks dat je rust neemt, dan is het niet goed. Dan moet je je laten nakijken. Ja. En, en hoe zit dat dan, uh, Gillian, met, uh, met het reanimeren? Want als het zeg maar, een beetje vage klachten zijn... Het is natuurlijk veel makkelijker als iemand... Naar zijn borst grijpt, dan denk ik ja, die, die heeft iets met, met zijn hart of zo. Maar als het gaat om meer vage klachten, wanneer moet je dan toch die AID uh, van de muur rukken? Maar eigenlijk is het met, uh, met reanimatie uh, simpel um, als iemand niet meer ademt of een abnormale ademhaling heeft, dan start je met reanimeren. Um, ja, en met een wat ik al eerder zei, met een hard aanval... dan is iemand nog gewoon bij bewustzijn en dan start je reanimatie niet. Dat is ja. eigenlijk de eerste stap bij een reanimatieles naast veiligheid ook of iemand bij bewustzijn is, die spreekt hem aan. Als hij niet aanspreekt, um, bel je direct 112 en start je de reanimatie. Ja. En, en als iemand... Dus vage klachten bij een dan zijn er geen vage klachten, het is heel erg duidelijk. Iemand ja. beweegt niet meer, ademt niet meer of ademt abnormaal en dan start je de reanimatie. Ja, ja maar met een hartaanval dan, is, ja, dan moet je gewoon 112 bellen? Precies, ja. En, uh, en die vertellen die dan ook wel verder uh, wat het allemaal moet? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan het zo nog even hebben ook over de, de reanimatiecursus zelf. Want ik moet zeggen, ja, ik heb er ook wel een beetje... altijd een beetje koud koudwatervrees voor. Ja, we gaan het nog één keer hebben over die re, dat reanimeren. Dat, uh, dat laat mij uh, toch niet, uh, niet los, uh, Gillian. Want uh, nee. is eigenlijk het advies dat iedereen gewoon een reanimatiecursus moet doen? Nou, het, het is denk ik heel belangrijk dat iedereen weet wat hij moet doen... als er een dierbare of iemand in mijn omgeving een hartstilstand krijgt. Um, en bij een reanimatiecursus, dan leer je ook het herkennen van een hartstilstand. En dat tijd is bij een hartstilstand zo enorm belangrijk. Die eerste zes minuten zijn cruciaal eh, in de overlevingskansen van een patiënt. Dus hoe meer mensen een reanimatiecursus gaan doen, hoe groter de kans is eigenlijk eh, dat iemand start met reanimeren, dat 1 en 2 wordt gebeld. En dat, dat zorgt ervoor dat de overlevingskansen van mensen gewoon veel beter worden. Ja. Nou, nou hebben veel mensen toch een klein beetje koud watervrees. Ik heb dat zelf ook wel. Want dan hoor je of ja, als je echt gaat het reanimeren... dan moet je misschien wel iemand zijn ribben breken. Dan denk ik van, uh, nou, dat vind ik nogal heftig. Zeker. Het is, ook, het is ook zeker niet niks om te starten met reanimeren. Zou ik zou ook zeker niet zeggen dat het leuk is. Maar het is superbelangrijk. Ik denk dat je het verschil kan uh, maken tussen het overleven... en het niet overleven van iemand. En uh, ja, ribben breken kan. Ja, kan gebeuren. Uh, het is voor de patiënt uh, een keuze of gebroken ribben... Of het niet overleven. Um, dus alles wat je doet bij een reanimatie is gewoon goed. Het, het, het belangrijkste is gewoon om te starten met de reanimatie. Ja, want ik heb dan ook wel een beetje dat ik dan denk. Ja, het is een beetje alsof je dan verantwoordelijk wordt voor ja, dat er iemand niet doodgaat. En dat vind ik dan ook best wel. Uh, ja, voor een dokter is dat misschien uh, allemaal gesneden koek. Maar ik vind dat zelf dan best wel. <laughs> maar het is ook heel mooi dat je iets kan betekenen voor iemand anders. Ik denk dat het misschien nog wel vervelender is als het bij je gebeurt. En een dierbare krijgt een harttoestand. En dat je niks kan doen. Mm. Dus um, dat je kan starten met een reanimatie of dat je 1 en 2 kan bellen, dat je het herkent, is al superbelangrijk. Ja. Dat lijkt me heel, heel waardevol dat je iets kan doen. Dat je niks, in plaats van dat je niks kan doen. Ja. Dus jouw advies zou toch zijn om, uh, om wel zo'n cursus te gaan volgen? Ja, ik zou het. Uh, je, doet het je doet een cursus nooit voor jezelf. Je doet, als ik een harde stilstand krijg en ik heb een cursus gedaan, kan ik mezelf niet redden. Maar je doet een cursus altijd voor iemand anders. En dat is, dat is het belangrijkste. Je kan er iemand anders mee hebben. Ja. En, en het idee dat je dan denkt: van ja, maar dan moet ik misschien mond-op-mond-beademing doen bij iemand. En nou in tijden van corona zijn we daar misschien allemaal een beetje van af. Uh, of is dat weer een heel ander verhaal? Ja, het is um, zeker. Corona heeft het um, um, ja, zeker meegespeeld in het uh, wel- of niet-beademen. Uh, het advies is nu ook gewoon: ja, um, doe wat op je, wat jou, uh, wat jij denkt dat het op het moment het veiligst is. Als jij geen mond op mondbewaarding wil geven, uh, omdat je bang bent voor, voor coronabesmetting, hoeft het niet. Um, maar eigenlijk wat ik net zei: de meeste afstanden gebeuren gewoon in je directe omgeving. 70% van de afstanden gebeurt gewoon thuis. Denk aan je woonkamer, je slaapkamer, um, uh, je badkamer. Uh, dan zijn het vaak de mensen die je al gewoon kent. Um, en daarbij um, ja, is de drempel om mond-to-mond lading het geeft toch minder groot. Ja. Dus dan, uh, dan, ja. En voor zo'n reanimatiecursus kunnen mensen kijken op de website van de Hartstichting. Zeker, uh, waar ja, dat, uh... ja. Op de website van de Hartstichting uh, kan je inderdaad kijken waar er in jouw buurt reanimatiecursus gegeven worden. We zijn heel blij als Hartstichting dat we heel veel partners hebben of stichtingen die voor de Hartstichting uh, cursus geven. Um, en je kan inderdaad gewoon op de website van Naarzichting kijken um, waar en wanneer een cursus voor jou gegeven wordt. Nou, so, yeah, ja, voor, um, voor mensen die twijfelen uh, zou ik zeggen: Ja, doe het gewoon. Doe het altijd voor, voor iemand anders en je kan het verschil, uh, verschil maken. Ja. ja, en ik begreep zelfs ook dat, uh, dat, uh, dat het vergoed wordt. Hè? Zijn er nog kosten aan verbonden? Um, ja, het, het kan vergoed worden door je zorgverzekering. Dus het hangt vanaf hoe je verzekerd bent. Er, er zijn inderdaad kosten aan verbonden om een cursus te volgen. Um, die kosten zijn, nou ja, laten we zeggen van een basiscursus rond de 35 euro. En naar Aardinskot, uh, iets goedkoper. Oké, okay, dus, ja, ja. dus ja. Ja. Het, is, um, ja, het is het geld waard, denk ik. Wat ik Zeker. net zei, het is heel wat belangrijk. Een mooie investering. Ja. ja, lijkt me ook. En uh, misschien uh, heeft uh, Harriet Verwij nog een uh, goede laatste tip uh, als het gaat om ons uh, hart. Een goede laatste tip: nou ja, eet gezond, uh, vermijd stress. Kijk, stress hoort bij het leven, hè? maar vermijd overmatige stress. Zorg ervoor dat je goed slaapt en uh, ga iedere dag. 30 minuten stevig wandelen. En uh, niet naar de etalages kijken. Ook niet naar mooie mannen. Althans, praat dan tegen de vrouwen. Als het mannen zijn, niet naar mooie vrouwen. Doorlopen. En uh, zorg ervoor dat je hartslag omhoog gaat. En dan is het uh, heel erg goed. Overigens, over het reanimeren. Iedere reanimatie is stressvol. Zelfs voor een dokter. Maar je weet gewoon, je redt je medemens. En daar gaat het om. Nou, het nou, is een mooie gedachte toch, Geet? Ja, nee. ik, ik, uh, ik denk dat ik me toch maar ga opgeven voor die cursus. Je moet ja. niet denken, je moet doen. Nee, dat is heel goed, uh, Harriet, dat je dat zegt. Ik ga het doen gewoon. Ik ja. ga de website bezoeken en ik ga ja. kijken wanneer uh, ik uh, aan de slag kan. Ja, uh, ja en wat ik, wat ik net ook zei: de meeste van de gebeuren gewoon thuis. Gewoon. Um, en daarom is het ook goed dat, er, uh, dat de ID's van binnen en uh, van binnen naar buiten worden gebracht. Is dus ook. Uh, wil je kijken of je of je wijk hard veilig is, dat er voldoende aan zijn? Kan je ook naar de website van de Artszichting gaan en een slash ID en dan kan je kijken. Of er in jouw wijk een id loze zone is of dat je er nog een ID moet aanschaffen, zodat je dat, dat je, je wijk echt veilig maakt. Ja, want dat kun je ook als buurtbewoner samen aanvragen, hè? Ja, de hartstichting heeft samen, samen met, met Philips het uh, platform Buurt ID opgezet. En dan kan je samen met je buurt kan je een AED eigenlijk crowdfunden. Dus heb je nog niet zo eentje een ID op de hoek van je straat hangen, dan kun je met je buurtbewoners dat uh, in gang gaan zetten. Ook via de website van de Hartstichting. Ja, ja dat is uh, een buurt AED, samen met Philips en de Hartstichting. Um, ja, kan je dus samen met je buurt een ID uh, ophangen, zodat hij voor iedereen uh, beschikbaar is, dus 24 uur 7, dat hij aangemeld is bij het landelijke oproepsleem Hartslag nu. Nou, en dan doe je met de buurt ook nog een reanimatiecursus. Nou, dan... Uh, heb je een hele veilige buurt, denk ik. Ja, en dan heb je ook weer een goede manier om elkaar van nog wat beter te leren kennen? Ja, je maakt hem dan meteen gewoon een feestje van, uh, <laughs> nou, denk ik. Uh, Moet ja, ook leuk zijn, toch? Ja, precies. <laughs> uh, nee. Ik uh, wil onze gasten heel hartelijk uh, bedanken. Harriet uh, Verwij en uh, Gillian Floor. En ik wil ook mijn mede-presentator Greet uh, Meesters heel hartelijk bedanken voor haar aanwezigheid uh, vanavond. We zijn aan het einde van Gezond 071 over het hart. Heel erg fijn dat jullie bij ons waren om naar ons te luisteren en te kijken. Je kunt natuurlijk altijd ook weer terugkijken en terugluisteren. Dadelijk na zeven uur, dan is hier Science 071. En over een maand, op uh, woensdag 6 april, is er weer een uitzending van Gezond 071. En dan, uh, dan zijn wij, uh, Geert Meester en ik, in ieder geval weer uh, hier uh, paraat in de studio. En dan met, met jullie anderen. diploma van uh, de EHBO? Dat je het gered oh, hebt? Nee, er worden hier wel drie gezegd. Wordt vervolgd, zou ik zeggen. Wordt word vervolgd. Dadelijk na het 7 uur, dan is het tijd voor Science 071. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar de allerleukste zender van Leiden en Omstreken. Dit is sleutelstatenwerk.